gaat toch in Scania een waffen. Een Bassie, je maakt nu een hele kersttournee door Vlaanderen. Wat heb je gemist aan Vlaanderen? Ik heb Vlaanderen heel erg gemist. Want A, ben ik hier heel erg graag, maar ik ben ook hier veel als privépersoon. En dan word ik niet altijd gelijk herkend, maar ik ben heel veel in Gent en Brugge. Ik ben dikkers aan de kust. Ik vind het leuk, Oostende, een hele favoriete plaats. Is er een verschil tussen de Nederlandse en de Vlaamse kindjes? Ja, absoluut. Absoluut. De Vlaamse kinderen zijn veel meer introvert. Die moet je als artiest, zoals ik het noem, wel echt gaan halen, hè? Want ze komen en dan zitten ze netjes en dan, dan moet je ze even 5 minuten in de richting duwen dat ze zeggen, oh, dat mag hier, weet je wel. En in Nederland komen ze binnen, hey, gaan feestje bouwen, weet je wel. En dan moet je ze af en toe gewoon even een beetje afdemmen. Want dan gaan ze door het dak heen voor de pauze. Natuurlijk wel leuk, maar dan mogen ze pas na afloop doen. Bassie, je bent 75 jaar. Nog altijd straal je zoveel plezier uit. Waar haal je al die energie toch vandaan? Ja, ik heb al mijn leven nooit gerookt. En ik heb ook nooit gezopen, zoals dat heet. Wel wat gedronken, een glaasje wijn of zo. Ik heb ook mijn vrouw nog nooit belazerd. Dus daar krijg je stress van. En al dat soort dingen. En ik heb de moed om af en toe gewoon te zeggen, nee, dat doe ik niet. En dat komt bij een heleboel mensen misschien wel eens vervelend over. Maar als ik denk bij mezelf, dat kan ik wel doen. Als ik wil, kan ik 365 dagen optreden. Dan zou je zeggen, ah, goed, een hoop geld, maar dat interesseert me niet. Ik sta nu op mijn leeftijd van 75 jaar, sta ik voor mijn plezier op het toneel. En al het andere interesseert me niet meer. Want ik heb goed voor mijn pensioen gezorgd. Dus ik ben nou met mijn hobby bezig. Ik heb 2 hobby's en dat is toneeltje spelen. En dat is montemunneke spelen. Dan heb ik nog een hobby en dat is met mijn treintje spelen. En ik heb een hele zolder met treintjes. En ik mag met elk treintje spelen van mevrouw, maar niet met treintje Oosterhuis. Je staat er nu zonder Adriaan, die is met pensioen gegaan. In je show heb je een nieuwe aangever, Evert van den Bos. Wie is dat eigenlijk? Ah, Evert, dat is in werkelijkheid is het mijn schoonzoon. Hij werkt al 35 jaar bij mij. Hij is al meer dan 30 jaar getrouwd met mijn oudste dochter, die op het kantoor zit de hele dag. Deed heel de planning van de tournee altijd en de reclame. Nu nog doet hij een hoop voor me. Ja, ik sta nou met Evert op de bühne momenteel na een jaar of dat ik nooit anders met hem gewerkt heb. Het is huilen van de lach af en toe. We hebben de grootste lol samen. En als je als artiest zijnde lol in je werk hebt, Dan voel je dat zo over de voetlicht kletteren, zo de zaal in. De zaal pakt het op, de kinderen pakken het op. En dan krijg je zo'n hele warme band. Ik bedoel, we zijn elkaar op de bühne ook dikwijls aan het stangen, dat ik hem probeer van de wijs af te helpen en zo. De lachspectakelshow, het is een wervelende show, maar wil je de kinderen ook graag iets meegeven met die show? Meegeven niet. Meegeven doe je in de Vlooitheater. Ik vind het mijn taak, als het 2 uur de muziek klinkt en ik kom de bühne op, dan is het mijn taak dat, hoewel ze gezond binnengekomen zijn, om 4 uur met een liesbreuk van het lachen de deur uit te sturen. Heb je nog een leuke afsluiter voor dit interview? Ja, ik hoop dat alle kijkers in 2011 een heel gezond jaar beleven. Want ik zeg altijd maar zo, jongens, geld kan je verdienen, maar gezondheid kan je niet kopen. We zitten samen in de show. En mijn tante, die heet Kou. Dat is gauw. Meestal wacht hij nog even met lol trappen. Het valt mij ook op. Nou, kom op, Johnny, opnieuw. Oké, daar gaat hij. 1, 2, 6.